Ik ben Nora Gauma en ik ben model. Zoals je waarschijnlijk wel weet, worden de meeste modellen als kleerhangers gezien. En daar ga ik verandering in brengen. De meeste modellen zijn graadmager. Ze zijn vrij passief en hebben geen invloed op de opdracht en hoe die eruit gaat zien. En waar ik voor sta, is Model on a Mission. Mijn missie is maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid te promoten in de maatschappij en in de modewereld. En dat alles op een prikkelende en inspirerende wijze. Waar de meeste modellen alleen maar staan mooi te zijn, ben ik ook betrokken bij het proces. En dat ga ik nu even uitleggen hoe ik dat doe. Als een opdrachtgever mij inhuurt, zorg ik eerst voor de debriefing. En die bespreek ik met de opdrachtgever. Dus dan analyseer ik eerst wat het probleem is. Vervolgens komt er uit het probleem een doelstelling en zal ik met de opdrachtgever een moodboard maken om te kijken hoe we het beste het probleem en daaruit de oplossing kunnen visualiseren. De meeste modellen zullen alleen maar hier betrokken zijn, bijvoorbeeld bij het maken van een advertentie. Maar het stadium daarvoor zullen ze niet betrokken zijn. Als duurzaam model denk ik mee met de opdrachtgever. En hieruit komt bijvoorbeeld een website met een campagne en een advertentie. Als model ben ik dus betrokken bij het proces. En dit is dan het eindresultaat van Model on a Mission. Duurzaamheid wordt vaak op een complexe manier gebracht. En daarnaast niet vergeten alle doemscenario's. Maar dat kan eigenlijk veel leuker. Een duurzame levensstijl hebben is eigenlijk heel gemakkelijk. En dat begint bij de producten die je hebt. Dit zijn duurzame producten waar geen schadelijke stoffen in zitten voor de huid. Die zijn gewoon te verkrijgen in de winkel. Daarnaast gebruikt een duurzame model natuurlijk ook duurzame kleding. Dat kan zijn van biologisch katoen, maar ook bijvoorbeeld van hennep. Hennep is zelfs helemaal niet schadelijk, omdat hennep geen pesticiden nodig heeft bij het verbouwen ervan. En hennep is ook nog sterker als katoen, wat heel veel mensen niet weten. Daarnaast is biologisch katoen ook beter voor de boeren die het verbouwen, want ze krijgen er een eerlijke prijs voor. En het is natuurlijk veel beter voor het milieu. Als duurzaam model ben ik ook inzetbaar als presentatrice en ambassadrice. En dat allemaal voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijven of bedrijven die dat van plan zijn te doen. Want duurzaamheid heeft een gezicht nodig. En dat ben ik. Daarom is mijn uitvinding Model on a Mission het gouden idee van Enschede.